Ik heb gewoon één mooie grote knaller. Ja, dan is het gewoon in één keer klaar. Astronauten, voetzoekers of vuurpijlen zoek je tevergeefs in de winkels. Maar na 2 jaar mag er toch weer vuurwerk verkocht en afgestoken worden. Verkoper Edwin van de timmerwinkel in Alkmaar is blij dat het weer mag. Want de pakketten vliegen de deur uit. De verkoop gaat heel erg goed. Het is heel erg druk. De Thunder Kings zijn super populair. Dus, maar die waren ook heel snel al uitverkocht. Hetgeen wat eigenlijk verboden is, is het knalvuurwerk. Dat mag helemaal niet meer. Dus geen ratelmatten meer, geen astronauten of kanonslagen. Ja, ik vind het wel gewoon hartstikke leuk. Want het is toch wel iets wat we elk jaar doen eigenlijk. Wat een soort van traditie is. Ja, en dat dat nu weer mag, ja, dat is gewoon natuurlijk helemaal top. Ik steek ook wel wat af met oud en nieuw. Ja, ik vind het ook wel leuk om even te zien wat de producten een beetje doen allemaal. Ook in Dijk en Waard staan de klanten in de rij voor hun zo geliefde portie kruid. Stond net op elkaar, menu. Stoppen van verkoop, die is dit jaar toch de Hubo Hero. Die doet het eigenlijk elk jaar goed. Gewoon een heel mooi potje voor weinig geld. En voor de liefhebbers, de wat grotere, die gewoon 1 box willen. Ja, dat is toch de... De Big Bang Buddha. Die is een grote cake. Die is een compound van 4 boxen. Ja, die gaat wel even tekeer hoor. Ja. Ja, blij. Het is toch hopelijk niet de laatste keer. Maar toch lekker dat het dit jaar wel weer kan. 130 schotten de lucht in. Nou, ik denk binnen een minuutje is het voorbij. Voor het afsteken van het vuurwerk hebben we natuurlijk tips. Altijd een veiligheidsbril gebruiken. Zo eentje. En een aansteeklontje. En uitkijken dat je vingers er niet afvliegen. Maar niet overal werd vuurwerk gehaald. Bij de brandweer mocht 2 dagen lang illegaal vuurwerk zonder consequenties ingeleverd worden. Ik stel er verder best geen vragen aan de mensen die langskomen. Illegale vuurwerk, dat is gewoon niet gewenst om dat thuis te houden. Dus we zien het liever gewoon op zo'n inzamelpunt dat wij het goed kunnen laten afvoeren. De buit is een tonnetje. Nou, er zijn ongeveer 3-4 mensen langs geweest om dat tonnetje te vullen met vuurwerk.